De Bitcoin naar $130.000. Hoe reëel is dat nog? Ik denk dat we daar naartoe gaan en ik zal je ook laten zien in deze video waarom. Aan de hand van wat Fibonacci levels, kleine technische analyse of eigenlijk best wel uitgebreide technische analyse die ik vanmorgen gemaakt heb. Ik ben wat aan het spelen geweest met wat indicatoren. Flink gaan kijken naar wat de Bitcoin aan het doen is en wil je een aantal modellen daarnaast nog laten zien die dit ook versterken. Hey, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en als je nieuw bent op dit kanaal, deel ik alles omtrent cryptocurrencies. Denk aan daytraden, lange termijn investeren, crypto nieuws, technische analyses. Alles wat je maar nodig hebt omtrent crypto vind je op dit kanaal. Dus als je dat vet vindt, crypto, geld verdienen met crypto, info over crypto, klik dan eventjes op die abonneerknop en vergeet even niet om deze video te liken en te delen met vrienden en familie. Betekent heel veel voor me, want dat betekent dat mijn kanaal wat verder groeit, dat ik wat meer bereik krijg en dat die views weer wat omhoog gaan schieten. Super belangrijk voor mij en ook natuurlijk voor de hele crypto space. Wil je nou meer leren over crypto, daytraden of lange termijn investeren of wat je ook wil leren? Kryptonite is mijn crypto cursus waarin ik alles heb gestopt. Linkje vind je in de beschrijving, momenteel nog voor €497. Deze zomer ga ik hem compleet vernieuwen, helemaal uitbreiden en dan gaat de prijs einde zomer naar €997. Is geen marketing trucje, dat gaat echt gebeuren. Dus wil je hem nu nog voor 50% korting oppikken, kun je dat gewoon doen. Verder vind je ook nog wat gratis dingetjes in de beschrijving die je gewoon kan downloaden en aanvragen van mij. En ook mijn Instagram profiel. Heb je Instagram? Volg me dan even, @CornéMarchand. Het linkje staat dus ook in de beschrijving, dus daar kun je alles verder vinden. Alright. In deze video dus eventjes een Bitcoin technische analyse. Gisteren heb ik al een video opgenomen met hoe ik erover denk. Sowieso koop ik Bitcoin voor de lange termijn. Dus wat er nu ook gebeurt, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar ik snap dat mensen wat meer zekerheid willen, wat meer duidelijkheid over wat we nu gaan doen. Ook met betrekking tot wellicht daytraden of swingtraden. Is het natuurlijk fijn om te weten welke kant we opgaan. Nou, het is logisch dat we nu in een bearish sentiment zitten. Ik bedoel, de markt die is continu aan het dalen. Het lijkt meer op dat we richting een bear market gaan dan dat we nog in een bull market zitten. Maar toch denk ik dat het zo is. Ik zal je ook laten zien waarom. Ik ben wat aan de slag gegaan of wat gaan kloten en testen eigenlijk met de Fibonacci tool. Gebruik ik niet zo vaak. Waarom niet? Omdat voor support en resistance levels je deze gewoon net zo goed zelf kan gaan tekenen. Omdat deze toch vaak op die Fibonacci retracement levels vallen. Omdat het meestal self-fulfilling prophecies zijn. Veel traders die kijken naar de levels van Fibonacci en die zien daar support en resistance. Dus die traden daarop. Dus uiteindelijk wordt het een self-fulfilling prophecy. En die lijnen kun je dus ook weer terugvinden in de geschiedenis van de Bitcoin of elke andere coin waar je naar kijkt. Daar teken je dus die levels op. En als je dan de Fibonacci eroverheen trekt, zie je dat die levels vrijwel altijd overeenkomen. Daarom gebruik ik ze niet vaak. Wanneer gebruik ik ze wel? Als je prijstargets wil gaan bepalen die boven bijvoorbeeld een all-time high liggen. Dus dat je niet weet waar je naartoe wil. Waarom? Omdat heel veel traders dus traden met die Fibonacci tool. En die levels dus self-fulfilling prophecies zijn. En daar bij die levels van Fibonacci dus waarschijnlijk een trend ommekeer, resistance, support enzovoorts kan gaan plaatsvinden. Ik ben gaan kijken naar de vorige bullmarkt en je ziet hier van de vorige, nou, het is misschien een rommeltje, ik zal ze eventjes weghalen en gewoon opnieuw tekenen. Van de vorige top naar de low van de bullmarkt. Dus we gaan de Fibonacci retracement tool erbij pakken. In dit geval teken ik hem eventjes hier naar de wick. Kijken of we hem goed hebben gepakt. Ja, zeker wel. Even kijken. Ja, zo ongeveer. Alright, je kan kiezen om hem bij de wicks te pakken en naar de wicks dus toe te trekken of alleen de bodies te pakken. Vaak pak ik alleen de bodies, maar voor deze is het net eventjes wat beter om hem bij de wicks te pakken. Omdat ik je dan precies kan laten zien wat ik bedoel. Wat je eigenlijk hier ziet is dat de vorige all-time high van de bullmarkt ligt hier in 2013, ligt op de gele lijn precies. Dus de retracement level van 1 op Fibonacci. Je ziet hier dat we hier door dat level heen breken, door die vorige all-time high dus van de bullmarkt. We schieten omhoog en we zijn bij een level van 2.618 krijgen we resistance. Dus veel traders die keken naar dit level, hebben hier verkocht en je ziet de prijs weer naar beneden gaan om vervolgens te zien houden op 1.618, het belangrijkste Fibonacci level. Daar blijft hij dus op hangen. Om van daaruit een enorme slag omhoog te gaan maken, dus een koersbeweging vanaf dit punt naar de all-time high
of de volgende all-time high vanaf dat punt was dus een beweging van zo'n 877%. Dat is dus massive en dit is dus in de bullmarkt. Als we gaan kijken nu naar de huidige situatie, dus we gaan hem hier ook trekken van de top naar de low van naar de vorige low. Dus wat je hier ziet is eigenlijk hetzelfde scenario. Weer de gele lijn, level 1 van Fibonacci. Hij breekt er doorheen, schiet eigenlijk omhoog met een kleine terugslag nog naar de wederom 1.618. Maar blijft doorknallen en vindt resistance op het level van 3.618 van Fibonacci. Vanuit daar bounce hij terug, dus veel mensen hebben verkocht. En hier houdt hij dus weer, en je ziet hier dat die perfecte, die wick perfect op de lijn van 1.618, het belangrijkste Fibonacci level, heeft gehouden. Vanuit daar hebben direct mensen weer opgekocht en stonden dus waarschijnlijk veel limit orders geplaatst van traders, van mensen die wilden opkopen en schoot de koers weer terug. Wat gebeurde er bij de vorige bullrun nadat hij daarop was gebounced? Die enorme beweging omhoog. Dus het kan zijn dat we van hier, of het is een goede mogelijkheid, dat we vanaf hier weer omhoog schieten. Ook zie je dat hij op de weekly, dus we zitten naar de weekly te kijken, op de 50-day moving average bounce. Dus dat hij hier er nog boven zit. Ook bullish voor Bitcoin. En dat is wel alleen op de weekly, maar de weekly is natuurlijk sterker dan bijvoorbeeld de daily. Als we dan gaan kijken naar prijstargets, dan vink ik eventjes de andere levels aan. Zie je dat als hij eenmaal omhoog schiet, dat we rond de 44.000 nog een belangrijk level hebben waar we resistance kunnen gaan tegenkomen. Breekt hij daar doorheen, kunnen we al snel weer gaan richting die vorige all-time high, of richting de all-time high. En dat is rond de $60.000. Schieten we daar doorheen, even auto uitzetten, hebben we een volgend level van $76.000, $91.000, $106.000 en hier zelfs een level van 122.000, 125.000. Dus ergens rond de 130.000. Gaan we kijken naar dat stock to flow model van Plan B. Komt dit toch wel akelig overeen? Want als je hier ziet naar de prijzen, naar de pieken van de bullrun, zie je dat die ver boven de lijn ligt. Hier ook. Waarna die vervolgens dus de bear market ingaat om vervolgens weer een bull market te gaan pakken. Hier zitten we nog ver onder. We zitten ergens hier. Dus dat komt vrij overeen met wat we hier zien. Dus dat we inderdaad, net zoals we even kijken, net zoals we hier hebben gezien, dat we dus die terugval hebben eventjes, om vervolgens, hier zit dat, even kijken, om vervolgens weer ver door te schieten en die piek in de bullrun te gaan maken. Dus wat we hier ook zien, is wat we in het stock to flow model ook dus terugzien, dat we hier ergens halverwege zitten, dat we die kleine terugval hebben en dat we vanuit daar weer doorknallen. We zitten hier ook weer, kleine terugval, en van hier kunnen we weer doorknallen naar ergens. Dit level zou het zijn. Als we al gaan kijken naar waar dat ongeveer ligt, zal het een prijs van tussen de $100.000 en $130.000 gaan worden. Dus dat komt vrij overeen, deze technische analyse met de Fibonacci retracement tools en dus het stock to flow model van Plan B. Gaan we kijken, en dan haal ik de Fibonacci tools even weg, anders wordt het wel een ontzettend rommeltje. Gaan we kijken naar de daily, dan zien we daar ook toch wel iets bullish ontstaan. Even naar de daily. Auto aanzetten. We zien hier een divergentie. Een bullish divergentie. Wat dus betekent dat er een koersomkeer kan gaan plaatsvinden. En in dit geval bullish, want de trend was ook al bearish. En we zien hier ook dat die precies hier weer omhoog aan het stijgen is. Het zou dus kunnen dat dit een kantelpunt is. Het kan ook zijn dat er nog een aantal maandjes, zoals het stock to flow model van Plan B dus voorspelt, wat zij sideways gaat traden, wellicht naar die 40.000 gaat. Als ze daarboven dan sluiten, dat we vanuit daar weer verder gaan knallen en dus richting die prijstargets van die ik je net aangaf. En dus voor het einde van dit jaar naar die $130.000. Plan B heeft ook geschat dat de prijs naar $130.000 gaat. Snel even Twitter erbij gepakt, zoals je dus hier in zijn tweet kan zien. Zijn prijsvoorspelling december $135.000 en dat zou dus vrij overeenkomen met de targets die ik je net heb laten zien. Dus in mijn optiek is het voor Bitcoin nog steeds een bullish scenario. Zolang we op dit level in ieder geval blijven houden en niet onder die $30.000 gaan sluiten in ieder geval. Als we daaronder gaan sluiten, kunnen we terugzakken naar levels van $24.000. Ergens rond dit level zit dan de volgende support pas weer. Dus zolang we boven die $30.000 blijven, zolang we op dit level blijven traden dus, zie ik nog niks ergs in de chart in ieder geval van Bitcoin. Nog even de Bitcoin Rainbow Chart. Daar zie je ook dat we nog niet in de piek zijn geweest. De vorige bullruns zie je dat we zeker in het oranje en in het rode
gedeeltelijk zijn geweest voordat we de bear market in traden. En hier zijn we het dus nog lang niet geweest. We zien hier ook een aantal terugvallen. Deze is wel wat groter, maar wederom kunnen we vanuit hier dus verwachten om weer hier door te gaan. Ik zie nogmaals niks ergs in de chart van Bitcoin en ik ben zelfs bullish over Bitcoin en denk nog steeds dat we naar die $130.000 gaan. Laat even weten wat je van deze analyse vindt, of je het ermee eens bent en wat jij anders denkt in een reactie onder deze video. Vergeet ook even niet om de video te liken als je deze tof vindt. Wat meer in-depth technische analyse, dan zal ik dat wat vaker doen. En sowieso bedankt voor het kijken en de support voor degenen die nog bezig zijn met crypto. Ik zie jullie allemaal en hopelijk zie ik jullie ook terug in de volgende video. Adios.